Thuis is het gezellig. Samen met mijn broertje en zussen had ik altijd wel wat te doen. Mijn moeder zorgde voor 4 kinderen, alleenstaand en tegelijkertijd moesten rondkomen. Thuis hadden we het niet zo breed. En plotseling word ik in een auto gezet, gescheiden van mijn zussen. Op 7-jarige leeftijd zie ik hoe mijn familie uit elkaar gehaald wordt. We worden uit huis geplaatst. Jeugdzorg dacht daar goed aan te doen, maar voor mij geldt dat niet. En zo is dat voor meer kinderen die te maken krijgen met jeugdzorg. Jaarlijks worden er meer dan 19.000 kinderen uit huis geplaatst in Nederland. Dat zijn 46.000 kinderen in totaal, vaak zonder communicatie en waarbij families onbedoeld worden ontwricht. In families waar hulp en steun nodig is, wordt het idee om kinderen gedwongen in een instelling te plaatsen gezien als oplossing. Je belandt in een systeem waarin je geen autonomie hebt over je eigen leven. Ik heb me dat zelf altijd meegedragen, want achter elk cijfer zit een gezicht en ook een verhaal. Het moment dat ik uit huis werd gehaald, was er geen tijd voor afscheid. In mijn huishouden was er veel te redden. Er moest met ons gepraat worden. In plaats daarvan werden we uit elkaar gehaald. Onthecht van mijn familie die ik zo nodig had. Naar een geheime locatie. Jeugdzorgwerkers keken niet naar wat ik wilde. En met de jaren zie ik hoe contact met familie afbrokkelt. Beslissingen worden voor mij genomen. En mijn toekomst is afhankelijk van anderen. En daar ben ik slechts een fractie van. Hoe kan ik een deel van mijn familie vormen als ik geen deel kan zijn van hun heden? Als ik naar basisbehoeftes moet vragen, realiseer ik me hoe weinig vrijheid ik eigenlijk heb. Telkens ging ik van de ene naar de andere plek. En op veel plekken waar ik kwam, was het niet eens veilig. Het gebeurde allemaal achter gesloten deuren. Dan nog netjes je school halen, plannen hebben voor de toekomst, telkens een weg moeten vinden, ook al blijft het verleden achter je nazitten. Overleven is het enige gevoel dat telt. Dit is zo voor de meeste jongeren. Want hoe kan het zijn dat na het uitkomen van het rapport van Commissie De Winter in 2019, waaruit blijkt dat 75% van de kinderen geweld meemaken in de jeugdzorg, we er nog steeds voor kiezen om kinderen in dat systeem te plaatsen. Dit gaat om een systeem dat in stand gehouden wordt door een tekort aan controle en communicatie. De plek die een veilige haven van een kind moet zijn, functioneert niet. Het systeem moet kinderen veilig houden en beschermen. En op dit moment gebeurt dat niet. Er moet naar ons geluisterd worden, naar ouders en kinderen. We moeten gezien worden als mens en niet als een hoopje dossiers wat gevuld moet worden. Gehoord worden omdat het over ons gaat. Dat betekent in het belang van het kind. Al 20 jaar worden er loze beloftes gemaakt door beleidsmakers. Het is tijd dat dat gaat veranderen.